Het is nu zondagavond en ik ga lekker eten bij mijn ouders, omdat Vincent bij een vriend eet en omdat mijn moeder tagliatelle op het menu had staan. Dit is echt super lekker. Het is met witte saus en met, wat zijn dat voor vleesjes ook weer, mama? Varkenshaasjes. Oh ja, varkenshaasjes en champignonnetjes, echt super lekker. Ik sta nu in Kelly's kamer en ik wou jullie eventjes iets laten zien. Ik laat jullie namelijk altijd met trots mijn eigen moestuintje zien. Maar ik geneer me eigenlijk een beetje als ik naar die van mijn zusje kijk. Want die zijn echt al huge, man. Ja, zij is ook al wat eerder begonnen dan ik. Dit zijn tomatenplanten, geloof ik. Ja, cherry tomaatjes. En dit is rucola. En wat heeft hier voor groot? Oh ja, radijsjes. Zit ook al radijsjes aan. Ze is echt al heel erg ver. Gelukkig heeft ze ook al een paar kleintjes. Die heeft ze nog net geplant. Die had ze volgens mij van mijn nichtje gekregen. Maar goed, dit ziet er echt heel erg veelbelovend uit. Ik wou jullie ook even aan nog iemand voorstellen, namelijk Boefje. Boefje die ligt heel erg graag bij Kelly op bed. Maar de laatste dagen dat ik hier nog woonde, lag hij ook heel graag bij mij op bed. En Boefje die doet nu net of het zich allemaal niet interesseert. Die gaat zich wassen omdat hij de camera een beetje gênant vindt. Toch, Boefje? Maar Boefje mist mij denk ik ook heel erg. Kijk, ik denk dat hij in de speelmodus is. Ja. Boefje is heel lief, maar Boefje die kan ook heel goed spelen. En het is maar goed dat er zo'n dik deken tussen zit, want hij valt echt best wel hard aan. Nee. Hij moet me echt niet pakken, want het doet echt zeer. Hij zou het nooit uit zichzelf doen hoor, ik moet hem wel echt gek maken. Gaan we naar huis, Boefje. Doei doei. Mwah. Dit is Johnny. En Johnny is de allerschattigste kat ter wereld. Het heeft denk ik ook geen uitleg nodig. Kijk dat armpje dan, en zijn hoofdje helemaal verstopt. De poppy. Het is nu maandag 4 mei en ik heb vandaag een hele drukke, productieve dag gehad. En het is eigenlijk nog steeds aan het doorgaan. We hebben namelijk pallets opgehaald. Nou, dat hebben mijn ouders eigenlijk gedaan. En ondertussen was ik bij de dermatoloog. Om voor een check-up. Ik moet 2 maandelijks een check-up voor, omdat ik aan die Roaccutane zit. Die pilletjes tegen acne. En dat gaat allemaal super goed gelukkig. En ondertussen zijn mijn ouders pallets gaan halen voor op ons balkon. Want daar wil ik immers zo'n soort bankje creëren. Zeg maar. Dan moet ik dan nu nog een soort matras gaan bestellen. Zodat het echt een lekker plekje wordt en allemaal kussens erbij. En mijn moeder is nu bezig dat allemaal in de lak te zetten. Of in de bites, hoe dat ook maar heet. En dat gaat iets minder snel dan verwacht. Ik ga je even laten zien hoor, hoe hard je bezig bent. Zo, we hebben 6 pallets. En we dachten, nou die zetten we even in de bites. Of nou ja, de dag van moeder. Maar ze is nu al een paar uur bezig. Thanks mom. En ik ben ook naar mijn nichtje geweest. Want die had nog 2 van die malm ladekasten van IKEA, waar ze graag vanaf wou. Dus die heb ik van haar overgenomen voor in de slaapkamer. Hier, het is een beetje een troep nog, maar het is al een stuk minder troep dan het was. Want ik heb heel veel hierin opgeborgen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Nu is het wachten tot Vincent thuis komt. Ik denk dat hij ieder moment thuis kan komen. En dan gaan we vanavond met mijn vader, mijn zusje en Vincent en ik en mijn oom naar de Avengers. Het is vandaag vrijdag 5 mei, oftewel bevrijdingsdag. En ik ga zo meteen naar mijn ouders toe, want Vincent is weer even aan het werk vandaag. Maar hij gaat vanmiddag samen met zijn vader naar een concert van AC/DC, dus hij kan niet met mij de stad in. Dus ik ga even gezellig met mijn ouders en mijn zusje mee de stad in straks. En weer even katten knuffelen natuurlijk. Mijn moeder is hier vanochtend ook al geweest. En die heeft nog eventjes die pallets verder gebijt. Want was gisteren niet meer helemaal aan toegekomen. Ze vertrouwt mij niet toe, geloof ik. Nou ja, dikke prima. Maar goed, ze staan nu. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zal het even laten zien. Ik heb vet hipster haar trouwens. Vind je het leuk? Kijk. Dat zijn de pallets. Hoop even. Ja, zo. Dat is beter. Het zijn dus 3 pallets bovenop elkaar. Het is echt precies de goede breedte en lengte. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb net ook een matras besteld voor bovenop. Met van die zon en vuil en water afwerende textiel of zo, weet ik veel, eromheen. Dus ik heb heel veel zin in dat komt en dat we lekker op het balkon kunnen gaan zitten. Zoals jullie natuurlijk wel kunnen zien ben ik inmiddels weer thuis. Ik heb net nog even bij mijn ouders gegeten omdat Vincent dus niet thuis is. Dan vind ik het wel gezellig, want alleen is ook maar zo alleen.
En ja, bevrijdingsfestival was... want het weer stond niet echt mee. Want we gingen net de stad in. En toen in één keer begon het vet te betrekken. Ja, ze hadden ook al onweer voorspeld. Maar we dachten, nou, het valt wel mee. Want nou ja, het was heel erg mooi weer. En toen ging het in één keer helemaal los. Het begon te onweren. En het begon te hozen. Het werd echt kletsnat. Dus ja, toen waren we net in de stad. We dachten van, nou, we moeten snel even een plekje ontschuilen. We wouden even naar een cafeetje of zo toe. Maar ja, dat dacht natuurlijk iedereen. Dus dat zat echt stampvol. En ook de winkels waren heel erg vol. Dus nou ja, het begon even wat minder. Maar gelukkig begon het daarna weer helemaal op te klaren. Het is nu ook gewoon heel erg mooi weer. En het is best wel warm vandaag. Dus ja, toen zijn we nog wel eventjes rondgelopen. Hebben eventjes wat muziek geluisterd. En wat oude lege voertuigen gezien. Wat trouwens heel erg cool was. Maar waar, nou ja, wat net ophield toen wij kwamen... waren amfibievoertuigen. Het waren leegvoertuigen die het water inreden, zeg maar. Dus een auto/bootgeval. Dat was echt heel erg vet. En daar kon je in. Maar nou ja, dat hield natuurlijk net op toen wij kwamen, helaas. Wat ik jullie ook even wil laten zien is een lippenstift die ik nu op heb. Als hij wil focussen. Nou, dat wil niet. Nou ja, goed. Wat ik gewoon wil vertellen is, dit is een lippenstift die ik van mijn zusje geleend. Want ik wou hem eerst eventjes proberen voordat ik hem zelf zou halen. Want mijn zusje is hier heel erg enthousiast over. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. En wat ik nog belangrijker vind is de lang houdbaarheid, zeg maar. Of ja, ik weet niet of dat een normaal Nederlands woord is. Maar it's long lasting. Hij houdt lang. En hydratatie, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want ik heb echt super droge lippen tegenwoordig, zoals jullie misschien wel weten. Dat komt dus van die acne medicijnen die ik slik. En ja, heel veel lippenstiften kan ik gewoon echt niet meer hebben. Want ik krijg echt allemaal velletjes op mijn lippen. Helaas ook die van MAC, mijn favoriete lippenstiften. Maar van deze heb ik dat helemaal niet. En ik heb hem echt begin van de middag opgedaan. Het is nu al 8 uur. Dus hij houdt echt super goed. En ja, mijn lippen zijn helemaal niet droog. Ik heb ja, aan de binnenkant wel zo'n lijntje. Maar nou ja, that's it. Voor de rest helemaal niks. Helemaal geen gekke velletjes. En het zit er ook nog hartstikke goed op. Dus ja, ik ga deze morgen meteen halen. Het is nu donderdagavond, 6 mei. En Vincent is nu lekker aan het koken. Hij gaat kip pesto maken met salade caprese en aardappeltorentjes. Lijkt me hartstikke lekker. Ik ben heel erg benieuwd. En waar we dat op gaan serveren is deze placemats die ik vandaag heb gehaald bij de Zenos. Ik vond ze echt super leuk, want we hadden eigenlijk nog wat placemats nodig. Maar nou ja, ik vind placemats op zich niet zo mooi. Maar deze vind ik wel echt heel erg gaaf. Ik heb er nu 2. Maar ik denk eigenlijk dat ik er nog 2 ga halen voor als ze visite krijgen. En nog iets wat ik nieuw heb gehaald vandaag is deze stolp. Die heb ik bij de HEMA gevonden. Ik wou al een tijdje een stolp. Daar heb ik nu dus dat geweer van Bloomingdale in gedaan. Maar ik vond ze allemaal zo duur. Maar deze was bij de HEMA, nou dat was ook niet een koopje. Was 12 euro of 15 euro. Ik weet niet zeker meer, maar ik had het graag voor over. En ik heb nog iets gehaald, want ik ben morgen jarig. Dus ik heb slingers voor mezelf gehaald. Ik weet niet of dat normaal is om voor jezelf te halen, maar ik vond deze zo leuk. Je kan hier eigenlijk ook op krijten als je wil. Maar ik vind het eigenlijk gewoon plain black leuk, een soort van schoolkrijt idee. Ja, wat heb ik nog meer gehaald? Oh ja, even zien. Deze, ik weet nog niet helemaal zeker waar ik hem neer ga zetten, maar deze had ik ook van de Zenos gehaald. En ik had nog een nieuwe lippenstift gehaald. Ik zal eventjes laten zien. Want ik vertelde jullie gisteren al dat ik die van Kaylee zo mooi vond. En gewoon heel erg fijn, omdat die goed hydrateert. Dus ik heb zelf ook zo'n een gehaald. Alleen in een ander kleurtje. Namelijk deze. Of zo moet ik hem houden. Dit is de Nudist. En hij zit nu nog vast in het plakketje of zo. Dus nou, ik kan het u even niet laten zien, maar ik beloof dat ik het binnenkort op mijn blog ga laten zien. Dinner is served. Het ziet er echt super lekker uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is vandaag donderdag 7 mei, oftewel het is official. Ik ben 22 geworden. Hoera! Mijn echte feestje vier ik pas zaterdag. Feestje, dat klinkt wel een beetje kinderachtig. Maar in ieder geval, dat doe ik bij mijn ouders thuis. Omdat die gewoon veel meer ruimte ter beschikking hebben. En ik heb een hele grote familie. Dus dan kan lekker iedereen komen. Maar vandaag ben ik dus alleen met Vincent en mijn ouders. Mijn vader is al even langs geweest, mijn moeder komt straks eventjes langs. En we gaan vanavond lekker uit eten. Ik heb echt heel veel zin in. En voor nu heb ik eventjes, ik had muffins gehaald. Of ja, muffins heten die dingen toch? Het zijn geen cupcakes, geloof ik. En kaarsjes bij de HEMA.
22. Dan ga ik even wat kaarsjes uitblazen. Gewoon dat ik het leuk vind. En ik had ook bij de HEMA roltongen, zo heette die dingen, gehaald. Klinkt wel een beetje vies trouwens. Maar die had ik eigenlijk gewoon gehaald voor op de foto en zo. Want ik had vandaag een foto op mijn blog waarbij ik die gebruikte. Maar ik vind ze er best wel grappig uitzien. Moet ik ook een wens doen? Make a wish. Okay. Mag ik het niet zeggen zeker, hè? Nope. Oké. Okay. Yay! Oké, okay, time to eat. Nou, mijn moeder is net gekomen en ik heb een super mooie bosbloemen gekregen. Dankjewel, mami. Alsjeblieft. We zitten inmiddels weer in de auto, want we zijn net uit eten geweest bij Café de Winsen in Wiens. Ja, ik bedoel, we komen wel uit Friesland, maar we wonen in Leeuwarden en daar spreken we niet allemaal fantastisch Fries. Nope. Niet echt. Maar goed, het was de eerste keer bij Café de Winsen. En dat is enorm goed bevallen. De mensen waren echt super lief en we hebben ons buikje flink rondgegeten. En best of all, it was free. Want Vincent had deze prijs gewonnen bij een ijshockey toernooi. Dat is echt vet awesome. Ja, en het was niet eens een dinerbon van bepaalde waarde, maar gewoon diner voor twee. Dus ja, we hebben niks hoeven betalen en we hebben zo even €100 bespaard. Ja, maar goed, dat was een lekker verjaardagsmaaltje. En nou, gaan we zo meteen slapen, denk ik. Ik zal Game of Thrones willen kijken, maar ik denk dat jij daar te moe voor bent. Nope. Ja, daar was ik al bang voor. Nou ja, goed. Morgen dan Game of Thrones. Het is inmiddels alweer vrijdag 8 mei, oftewel ik ben niet meer jarig. Maar goed, we zijn nog niet uitgefeest, want morgen ben ik weer jarig, aangezien ik het dan vier. Dus dit is even een tussenin niet-jarig gevoel. Ja, maar een niet-jarig dag. Maar dit is ja, eigenlijk wel een beetje een goedmakertje dat ik morgen gisteren de hele dag aan het werk was op je echte verjaardag. Ja, precies. Alleen je krijgt morgen een cadeautje pas. Ja, wat morgen. Vierde ik het officieel. Dus ja, ik heb van Vincent ook nog niks gekregen. Wow. Maar dat heeft ook eigenlijk ook gewoon te maken met de delivery time, geloof ik. Maar ik kan die mooi als excuus gebruiken dat hij dan geeft wanneer ik het vier, zeg maar. Maar goed, Kenny en ik gaan zo meteen even de stad in. Want, ja, gewoon omdat we dat leuk vinden. Maar ja, ook... Ja. En ik moet nog een lintje voor om haar cadeautje. Dus ik ga zien wat voor lintje er in mijn cadeautje komt. En ik weet ook al een beetje wat voor cadeautje dat is, want dat hebben jullie in mijn vorige vlog gezien, want het is een boek. Tenminste, het had de contouren van jullie, een boek. En jullie zien in deze vlog, dus dat morgen, wat voor... Oeh, ja, dat ga ik al filmen hoor, dus dat gaan ze inderdaad zien. En verder wil ik nog even naar de HEMA, want ik was deze week al eerder naar de HEMA, toen heb ik zoveel leuke dingen gezien. Waaronder stolp, die heb ik meegenomen, maar ook allemaal andere leuke dingen. Een vlieskleedje en kussens en zo. En toen kreeg ik opeens een mailtje van de HEMA de volgende dag dat die dingen in prijs verlaagd zijn. Dus ja, dat is gewoon een teken. Dat kan niet anders. Nee, het is gewoon godsend, weet je wel. Ja, inderdaad. Dus ja, nu moet ik wel. Want ik zat toen al op het punt gemaakt om te doen. En toen heeft God die prijzen verlaagd. Even het extra setje. Precies. Dus nou ja, it's a sign from above. Dus ik ga het gaan kopen. En verder, nou ja, gaan we misschien even lunchen of zo. Even lunchen. Lekker. Voor we weggaan, ga Kate nog even in elkaar slaan met een fluit. We zijn inmiddels in de stad en we zijn gestrand bij de Laplace. Hi Kaylee. En Kaylee heeft een sucijzenbroodje en ik heb een appelnotentaartje. Want ik had een deal dat ik voor mijn verjaardag, dat is dan een week geldig, bij aankoop van een flesje drinken of koffie of thee gratis taartje kreeg. Dus daar heb ik gebruik van gemaakt. En Kaylee heeft net even haar lippen laten doen bij de deal. Ja, er kwam een vrouw naar me toe en die zei van, oh, wat heb jij een mooie wenkbrood gehad van aardig. Dus zei, ja, dus we willen misschien ook wat verder lippen stippen. Ja, natuurlijk. En ze heeft een blusje bij me opgedaan. Ik zie. Die is dat echt mooi. Leuk. Ja, het is echt super mooi. Ik heb hem ook op die blush. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Het was van Benefit en het is een nieuwe. En dat is een soort van cream stick. Met drie verschillende kleuren. Echt cool. Ik wil hem echt hebben. Ik wil jullie even wijzen op een opmerkelijke verslaving van Kaylee. Namelijk wet wipes. Kaylee is echt verslaafd aan wet wipes.
Ja, ze baalde er ook van dat ze bij de Primark vergeten was wet wipes te halen. Want daar hebben ze blijkbaar de ultieme wet wipes. Nou ja, dat zijn ze gewoon ook al goedkoop. Oh, dat is het ook. En deze heb je... van die kleine pakjes. Zo. Deze van de H&M. Ja, maar zo te zien waren deze ook niet al te duur. Nee, deze zijn ook 50 cent. Ja. Maar dat is toch beter, want ze hebben van die vieze vette handen. Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Ja, klopt. Maar ik denk nooit aan die dingen te halen. Maar jij hebt gewoon altijd wet wipes bij je. En dan zeg ik, oh, ik heb plakhandjes gegeten. Ik heb wel wet wipes. Ja. We zijn inmiddels weer thuis en we hebben onderweg nog eventjes taart gehaald. Alweer. Ja, ik heb net taart gehad, ik weet het. Maar ik had nog bonnetjes. Die hadden wij gekregen als nieuwe bewoners hier in de buurt. Om ja, van alles en nog wat te halen bij verschillende ondernemers hier. En dit is dus bij de bakkerij. Die hadden oranjekoek. En oranjekoek van de bakkerij is echt fucking lekker als het goed is. Oh, dat mag ik niet zeggen, denk ik. Is echt heel erg lekker. En nou ja, we gaan er even lekker van genieten. Plus, ik had nog geen taartje gehad vandaag. Nee, Kate had nog geen taartje gehad. Wel mijn gezonde brownies, maar ja, die tellen natuurlijk niet mee, want die zijn gezond. Dus, hè? En ik zal eventjes kort laten zien wat ik heb gehaald. We zijn nog naar de HEMA geweest. Dan heb ik dit kussentje gehaald. Laat het even zo zien. Vond ik echt super leuk en die was in prijs verlaagd. Dus jee, wat heb ik ervoor betaald eigenlijk? 6 euro? Ja, 6 euro. Maar ja, dan heb je geen binnenkussentje. Ja, dat is een kussen hoe ze binnenkussen. Was 4,50 euro. Dus ik was nog 10,50 euro betaald voor het kussen. En ik heb ook met een bonnetje deze gehaald. Van die Drops of Youth. Van de Body Shop. Want die kreeg nu op alles 25% korting in verband met moederdag. En ik had nog zo'n 5 euro bon. Ik weet niet of ik die heb opgespaard. Of ik dat ook voor een verjaardag heb gekregen. Maar in ieder geval die heb ik ook gebruikt. Dus ik heb hier uiteindelijk 15 euro nog wat geloof ik voor betaald. En hij is normaal 27. Misschien gaan we aan mama geven. Nee, die gaan we niet aan mama geven. Nee, we hebben voor mijn moeder ook iets heel moois. Oh, dat mag ik nu wel zeggen. Toch? Ja. Ja, dan moet ik gewoon zorgen dat ik hem... Dat we dit filmpje pas upload nadat we het mama hebben gegeven. Want ik upload mijn filmpjes op zondag, hè? En het is zondag moederdag. Dus ja. Dat mag ik nog van tevoren doen. Ja, die hebben we voor onze moeder gehaald. Een MAC lippenstift. In de kleur fur. Ja, laat maar eens even zien. Ja, dat toen we laatst in Amsterdam waren gehaald. We hadden haar voor haar verjaardag ook al een. Ja, een week geleden ook al een gehaald. Nee. Doe maar. Focus. Ja, Inka. Je krijgt een idee. Hij is in ieder geval mooi. En ik denk dat hij onze moeder ook heel erg mooi gaat staan. Want we hadden dus eerst de lipstift voor haar gehaald. Die draagt ze heel erg vaak in een beetje oud roze kleur. Twig heette die. Ja. En dit is wat meer met bruin dus. Dus ik denk dat dat haar ook heel erg leuk gaat staan. En dan gaan we nu even lekker van ons taartje genieten. En de vampire-duis kijken. Woe! Yay! Het is vandaag zaterdag 9 mei, wat betekent dat we zo meteen naar mijn ouders gaan om daar mijn verjaardag te vieren. Ik vier namelijk bij mijn ouders omdat er meer ruimte is, maar volgens mij heb ik dat al gezegd. Maar wat ik jullie nog even wil laten zien voor we weggaan, want ik ben al helemaal ready zoals jullie kunnen zien, is wat de postbode vanochtend heeft gebracht. Namelijk deze superleuke schoentjes, veten schoentjes van Omoda. En ze lopen ook echt heel erg lekker, ze passen perfect, ik ben hier heel erg blij mee. Dus ja, die zien jullie binnenkort wel op mijn blog. En wat ik jullie ook nog eventjes wil laten zien is Vincent en ik zijn net even snel naar de Body Shop geweest. Omdat hij nog even een cadeautje voor zijn moeder moest halen, aangezien het morgen moederdag is. En heb ik ook nog maar even wat gehaald. Of eigenlijk heb ik dat stiekem van Vincent gekregen, heel lief. Deze, de Drops of Youth Eye Concentrate. Want ik vind die ene dus al heel erg fijn. Die heb ik gisteren ook gehaald. Die gewone druppen, zeg maar, voor op je gezicht. En ja, ik heb geen oogroller nog. En dit leek me wel heel erg fijn. Want ik heb die andere ook al geprobeerd, een beetje hier. En het irriteerde niet. Dus ja, deze wil ik graag gebruiken. Er zit ook zo'n metalen balletje op. Dus dat voelt ook gewoon lekker kalmerend, zeg maar. En omdat we meer dan 30 euro, denk ik, hadden besteed, kregen we ook nog een gratis scrub. En deze had ik al in een mini-versie en die vind ik echt super lekker. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Het is inmiddels over 11:50 en ik ben bij mijn ouders thuis. En het hele feestgedruis is nu weg. En Vincent en ik gaan zo meteen ook weer naar huis. En ik heb allemaal leuke dingen gekregen. Heel veel giftcards en, nou ja, geld. Maar van Kaylee had ik dit boek gekregen. Ik wist natuurlijk al dat het een boek was. Fashion that changed the world. Oh, je kan er echt helemaal niks van zien. Zo. Die. Heel leuk boek. Dankjewel, Kees. Oh, zo zie je beter met het licht aan. Dank je, papa. En ja, ik heb parfum gekregen. Ik heb een lavendelplantje gekregen van mijn oom en tante.
En van mijn ouders heb ik een wespenvanger gekregen. Maar ook gewoon nog geld. Nou ja, goed. Het was heel erg gezellig. En nu ben ik moe, dus Vincent en ik gaan naar huis.